Ja, hebben jullie het bericht gelezen, vrienden? Ja, in de krant. Ja, het ging over die Joep van het Henk bijvoorbeeld. En over die operazangeres, hoe heet ze, van Broekhuizen. Ja, en dat die hadden het dan wel redelijk ver geschopt, hè. Maar ze hadden dan, en daar ging het verhaaltje dan over, ze hadden alleen maar MAVO gehad. Ja, nou vrienden, kijk, jullie kijken hier nog naar zo'n MAVO-klant. En dat heette dan vroeger de handelsmulo, vrienden. Nou, dat was echt niet hoog, dat was echt laag. En ik heb daar ook nog eens een keer, hey, 6 jaar over een 4-jarige handelsmulo gedaan. Nou, dan kun je je wel voorstellen dat je zit hier te kijken naar Einstein. Nou, goed. Maar ik wil alleen maar tegen mensen zeggen, want er is tegenwoordig zoveel nadruk op diploma's en je moet je diploma halen en zonder diploma's op je cv kom je er niet, vrienden. Ah, geloof dat nou niet. Het is niet zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, tegen de mensen die een opleiding hebben gemist of die, weet ik veel, niet naar school kunnen waar ze naartoe zouden willen of geen diploma hebben, vrienden. Alles is mogelijk in het leven. En het begint gewoon altijd bij 1. Dat is hard werken. Ja, daar begint alles mee. Ik bedoel, keihard werken. En dan nog harder dan je concurrent. Dus dat kan een bedrijf zijn of een collega die dezelfde baan wil als jij. Harder werken. Werkt hij tot 8 uur, werk jij tot 9 uur en alles tot 10 uur. Keihard werken. Daar beginnen we mee. En dan hebben we nodig, natuurlijk, gedrevenheid. Ja, een beetje van dit. Hebben we nodig passie. Ja, dat hebben we nodig. En ambitie. Nou, als je dat bij elkaar krijgt, met hard werken, dan kom je al een heel eind. En dan stoppen we daar nog even bij in dat potje. Focus en discipline. Juist. Kijk. En dan ga je aan de slag. En dan heb je nog nodig, heel belangrijk, vrienden, kan allemaal dit en zonder diploma kan je heel ver komen, geloof me nou. Dan heb je nog nodig een doel. Een doel. Wat wil je worden? En ik zeg dan altijd, ga even zitten op de rand van je bed. Doe 5 minuten je ogen dicht. En je weet gewoon wat je het allerliefste zou willen doen in je leven. Dat ga je doen. Dat werk. 75% van de mensen zit in de verkeerde baan. Daar wil je niet bij horen. Dus dat ga je doen. Dat doel. En dat hou je voor ogen. En die droom, daar ga je achteraan. En je laat je niet afleiden door negatievelingen die zeggen, ja, dan gaat je toch niet lukken. Nee, jij gaat achter die droom aan. En dat zal altijd niet even makkelijk zijn. Nee, dat gaat, vrienden, met vallen en opstaan. Ja, want je gaat dingen doen en die gaan mislukken. En dan weet je het gewoon even niet meer. Of er zijn mensen die zie je niet staan. Die zien jou niet staan. En dan word je ook wanhopig van. En dan denk je, wanneer komt mijn kans? En dan gewoon, dan hebben we nodig doorzettingsvermogen, vrienden. Ja, niet opgeven. Gewoon altijd doorgaan en in jezelf blijven geloven. En dan zal je zien, vrienden. Ja, ja, ja. Geloof mij nou. Ja, als jij maar rondjes blijft lopen om de ijssalon, dan krijg jij uiteindelijk een ijsje.